Ik ben Jeanette Tel. Vandaag zijn we bij de opening van speelvoorziening Molenpark in Urmond. Komt u mee een kijkje nemen? Ja, vandaag is het zover. Begin 2014, toen was er in de Van der Valk een bijeenkomst voor het DOP, het dorpsontwikkelingsplan, om de leefbaarheid en de verjonging in Urmond te verbeteren en de samenwerking tussen mensen beter te maken. Wat we daar hoorden eigenlijk, vroeger was alles beter. Vroeger dan ging je buiten spelen. Kinderen speelden op straat, ging voetballen, tikkertje, verstoppertje. Tegenwoordig zitten heel veel kinderen op een tablet. Mijn dochter ook. Toen dacht ik, ja, we moeten eigenlijk een leuke natuurlijke speelvoorziening zouden we kunnen maken. Kinderen verbroederen mensen en die zorgen ervoor dat ouders, opa's en oma's en iedereen elkaar leert kennen. Dat is eigenlijk de insteek geweest om de start van het speelvoorziening Molenpark. Vandaag, na een aantal jaren van veel vergaderen, plannen maken, tekeningen maken en met name veel geld bij elkaar sprokkelen. We hebben een prachtige speelvoorziening gemaakt die niet van ons is, maar eigenlijk van jullie. En dus jullie speelvoorziening. En ik wil je ook vragen, kom zo vaak mogelijk, wees er zuinig op en beschouw het als je eigendom. Ja, zoals gezegd, kost veel geld. En we hebben daar behoorlijk wat tijd in moeten steken om bedrijven te benaderen, gemeenten mee in gesprek te gaan. En die sponsoren willen we toch graag heel erg bedanken. Want zonder hun was het niet gerealiseerd. Alle sponsoren bedankt die ons geholpen hebben. En zou ik nou het woord willen geven aan de heer Huub Jansen. Ik heb ook meegenomen vandaag Natasja Wingelaar. Zij is ook wethouder van de gemeente Stijn. En samen zijn we uiteraard graag hier bij jullie aanwezig om een feestelijk tintje te geven aan een project dat hier in Urmond gedraaid heeft. Er zijn heel veel projecten in de gemeente Stijn op dit moment op basis van burgerinitiatieven, burgerkracht. Dat is ooit een keer in 2013 begonnen. Hoe krijgen we de gemeenschap, de straat, de buurt, het dorp, zover dat ze zelf ideeën ontwikkelen van wat ze graag willen zien in hun gemeenschap. Ik mag zeggen, voor Urmond een prima project. Ik komen twee termen in me op als ik hier naar dit project kijk. Dat is één, samenwerking. Dat heeft zich geuit in de afgelopen jaren of maanden, jaren. En heeft geleid tot dit succes en dit resultaat. Maar ook ontmoeten. En dat is wat de voorzitter van de werkgroep ook al, van het stichtingsbestuur moet ik zeggen, inmiddels ook al meegedeeld heeft. Probeer vooral veel naar deze plek toe te komen, jong en oud. Verbind dat met elkaar. En spreek over jullie gemeenschap en wat jullie daar samen mee willen. Dank aan iedereen in de organisatie, het stichtingsbestuur, alle sponsoren. Dank jullie wel voor aanwezigheid. En namens het gemeentebestuur nog een fijne dag toegewenst. En heel veel speelplezier op deze plek. Dank jullie wel. Ijas, mogen we jou danken voor de mooie tekening die je hebt gemaakt. We hebben allemaal rondgereden. Toen zagen we jouw tekening achter de raam hangen. En we dachten, hey, dat is een mooie prijs. We hebben een leuk prijsje voor je. Veel plezier ermee. Ook Raf, dat geldt ook voor jou. Prachtige tekening gemaakt. Zelfs met hele mooie borden erin. Dat geen honden mogen komen. En een tokkelbaan en een glijbaan. Alles zat erin. Ook voor jou. Prachtige tekening en een mooie prijs. Jullie zitten hier met een hele mooie prijs. Waar hebben jullie die mee gewonnen? Met een wedstrijd en dan moesten we een tekening maken voor op Molenparkje. Mag ik jouw naam heten? Rafke. En mag ik weten hoe jij heet? Ijas. En ik zie dat jij de tekening bij je hebt. Ja. Dat is wel een hele mooie tekening, hè? Ja. Vond je het moeilijk om te tekenen? Nee. En wat heb jij getekend?
Ik had een glijbaan, een tunnel en een verboden voor honden bordje. Denk je dat dat nodig is, een verboden voor hondjes? Nou, meestal lopen er wel eens door het molenpark honden, maar dan... En die poepen dan. En de mensen ruimen de poep niet op. Maar kinderen moeten ook gewoon vrij kunnen spelen zonder in de poep te stappen. Daar heb je helemaal gelijk in. Nou, ik wil jullie van harte feliciteren met jullie mooie prijs. En veel speelplezier. Ja, en dankjewel. Wil je zich in het kort nog heel even kunnen voorstellen? Mijn naam is Raymond van Ingels, voorzitter van Stichting Speelvoorziening Molenpark. Ja, ik ben woonachtig sinds een jaar of 12 in Eurmond. Ik dacht een aantal jaar geleden van joh, er moet hier wat komen in het park. En toen ontstond het dop. En toen hebben we samen met een groep mensen gekeken naar hoe kunnen we nou de jeugd gebruiken en de mensen laten verbroederen. En waarom is er voor natuurlijke materialen gekozen? Nou, in eerste instantie dachten we ook aan een speelvoorziening en gewoon een speeltoestel. Maar de gemeente gaf eigenlijk aan van, joh, als je nou met natuurlijke speelelementen doet, past het beter in het beeld van het park. En daar zijn we eigenlijk 100% mee eens. En je ziet ook steeds meer stichtingen en instanties aangeven dat kinderen veel meer naar buiten moeten gaan, de natuur weer moeten ontdekken. Welke voorzieningen zijn er aanwezig voor de kinderen? Nou, we hebben een tweetal tippies. Het zijn wilgententen, wigwams zeg maar, die groeien dadelijk dicht en kunnen ze zich in verstoppen. We hebben een buis waar ze doorheen kunnen kruipen, twee bergen erop. We hebben twee echte boomstammen, die ook van bomen die in het park hebben gestaan, hebben we hergebruikt en als loopboom neergelegd waar ze overheen kunnen gaan. Maaskeien, echt uit de Maas gebruikt als stapstenen waar ze overheen kunnen lopen. We hebben een glijbaan en we hebben een prachtige picknicktafel waar mensen aan kunnen zitten. Voor welke leeftijd is deze speelvoorziening? De leeftijd waar we echt op richten zijn kinderen van 0 tot 12 jaar, jongens en meisjes. Maar uiteraard is het ook bedoeld voor volwassen mensen, ook ouderen. En ook we hebben de picknickbank heeft ook een rolstoelvoorziening, zodat mensen ook met een beperking hier kunnen genieten. Dus de speelvoorziening is ook toegankelijk voor kinderen met een beperking? Absoluut, absoluut. We hebben een pad aan laten leggen waar een rolstoel toegankelijk is. En waar je dus met een rolstoel aan de tafel kunt zitten en gezellig met z'n allen kunt genieten. Ik wil u hartstikke bedanken voor dit gesprek en ik wens u nog een hele fijne dag. Dankjewel.